Hi, welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een liefdesreading voor het collectief. Gaan kijken naar de persoon en naar jouw energie. Iedereen bedankt voor het abonneren, het liken en de aanvragen die ik krijg. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revivestro.nl. We gaan eens kijken wat ik mag ontvangen. Oeps. Onderop het dek heb ik hier de hoogpriesteres en de Knight of Wands. Wat ik voel is, de energie kan overvloeien, dus bind me er niet op vast welke energie voor jou of van de persoon is. In ieder geval zie ik hier als algehele energie de dood. De dood is transformatie, een einde. Dus het kan op dit moment zijn dat er een einde is of dat jullie geen contact hebben. Hoe jouw energie is de 6 van staven en bij de persoon zie ik de Page of Pentacles. De Page of Pentacles en de 6 van staven is dat jij een soort van victory wil. En de persoon staat eigenlijk op een punt van zijn of haar leven om dus een nieuw begin te starten. Het kan financieel zijn, kan op emotie of iets tastbaars zijn. En de werk in de relatie is wat ik bij jou zie, is zon. En bij de persoon de 5 van zwaarden. Dus er kan enig jaloezie hebben geheerst bij de persoon. En bij jou zie ik eigenlijk heel veel zon. Dus onvoorwaardelijke liefde, eigenlijk heel positief. Hoe jij het nu ziet, is het rad van fortuin. Alleen er is enige verwarring, zegt de spirit. Dus er is ergens... Zijn er keuzes, opties, of dat bij jou is of bij de persoon? De persoon ziet jou als de Page of Wands, dus natuurlijk innerlijk kind, speels. Blokkade bij jullie is bij jou de 3 van cups, dus kan enig iets zijn waarbij jij angst hebt om dus niet meer bij elkaar te komen. En bij de persoon zie ik de 4 van pentakels, emoties vasthouden. Verder zie ik bij de hoop eigenlijk, bij jou zie ik hier de chariot en bij de persoon de 9 van cups, wish fulfillment. Dus er is iets wat een blokkade is en dat kan vanuit het verleden zijn dat de persoon niet eerlijk is geweest naar je. En dat is natuurlijk niet prettig, maar ik zie wel veel liefde, ook al is er misschien nu een transformatie. Ga eens kijken wat dat mag zijn met dit deck. Wat heeft de transformatie te maken met deze connectie? Oeps, of die dood. Queen, de koningin van staven. Oeps. De 9 van staven en de Wheel of Fortune. Ja, iemand is emotioneel gewond geraakt in deze connectie. Of jij dit nu bent of de persoon, maar iemand heeft zich vastgehouden. Dit moet eigenlijk worden losgelaten om eigenlijk een nieuwe cycle in te gaan, is wat ik zie. Er is wel een kans op een nieuwe cycle, mits iemand wel loslaat en het ligt bij de persoon. Dus het kan zijn dat de persoon zich emotioneel verwond heeft gevoeld in bepaalde situaties in zijn of haar leven. Maar ik zie dat de persoon kijkt naar jou, dus het kan zijn dat jullie enig conflict hebben gehad. Wat mag ik weten over de 6 van de staven? Conflict. Over conflict gesproken te hebben. Dus er kan enig conflict zijn in jouw hoofd. Waarbij er misschien concurrentie heerst. Het kan zijn dat jij al een huwelijk of iets hebt. Of een commitment. Of er heerst ergens concurrentie in. Dat mag ik weten bij zijn kant. Ja, ook een commitment. Dus
Dat we natuurlijk beide in een commitment zitten waar een contract heerst nu. Wat mag ik weten over die oneerlijkheid in het verleden? Justus, oké. Karmische delen uit het verleden. Dus het kan iets karmisch zijn waar een oordeel in geveld moest worden. Iemand voelde zich in zijn of haar rug gestoken. Iemand was niet eerlijk, wilde winnen of wilde iets. Het is natuurlijk de zes ergens vandaan gaan, een balans vinden en daar misschien niet eerlijk over zijn geweest. Wat mag ik nog meer weten over die vijf van zwaarden? Woeps. De 10 van pentakels. Dus er moest ergens in familiebanden of gezin stabiliteit waar iemand misschien niet eerlijk over is geweest afsluiten. Ja, iemand is weggegaan. Maar wat ik voel is dat het nog niet voorbij is. Dus iemand wil weer terugkomen naar die stabiliteit. Of er wordt een oordeel geveld zodat deze connectie waarschijnlijk weer... Iemand is emotioneel weggelopen, maar het is nog niet klaar. Dat is eigenlijk wat ik zie bij de persoon in het verleden. Dus de persoon is misschien niet eerlijk geweest, maar er moest iets worden rechtgezet. Of er moest een karma deel worden afgerond. En dat kan dus met familiebanden te maken hebben. Maar de persoon voelt dat er nog wel iets is met de 8 van cups omgekeerd. Dus het is nog niet klaar. Wat mag ik van jou weten van de zon? Oeps. De ster, de rust, de 9 van cups. En ja, jij was eigenlijk in twijfel. Je voelde wel heel veel geluk. Maar tegelijk moest er een soort van rust komen in deze connectie. Want iemand twijfelde. Ja, iemand had meerdere opties, is wat ik voel. En weer de 5 van zwaarden. Iemand is niet eerlijk geweest over een connectie. Oeps, en daarbij, ja, de lovers. Wat is jouw angst? Ja, de 3 van cups. En de 6 van cups weer. Oké, dus ja, jouw angst is echt dat er iets uit het verleden niet meer terugkomt op dit moment. Een spirituele connectie kan het zijn. Wat mag ik van zijn of haar kant weten? Ja, een connectie ook, passie. Dat is de 5 van staven met elkaar. Dus er was ergens conflict in, is wat ik zie. Iemand is niet open of eerlijk geweest, heeft het voor zichzelf gehouden met de lovers. Dus iemand had een keus, heeft een keus misschien gemaakt om niet voor die passie te gaan. Of vertelt niet dat de persoon heel veel passie voor je heeft en... daarbij voel ik wel dat de persoon het wel voelt, maar het eigenlijk niet uit durft te spreken. Wat mag ik weten over hoe de persoon jou op dit moment ziet met de Page of Wands? Wauw, de Empress, ja, de moeder van de tarot, de nurturing vrouw, de vrouw die sensueel is, ja, eerlijk. En ja, spirituele connectie, de Empress en de Hierofant, wauw. Ja, dit is een spirituele connectie, dus het kan ook zijn dat de persoon denkt dat jij misschien in een commitment zit. Maar wel eerlijk en helder en veel passie, veel sensualiteit. Kan zijn dat jij de persoon ook iets hebt geleerd of dat jullie elkaar iets hebben geleerd. De persoon ziet jou echt als iemand die heel eerlijk is, die oprecht is. Misschien een ijskonijn kan zijn, maar wel eerlijk. Dus straight to the point, geen bullshit. Ja, en sensueel. Mag ik weten aan jouw kant?
Ja, zeven van zwaarden. Ja, dus en ik heb hier de vijf liggen. Dus jij voelt op zich wel dat er, hoe je de persoon ziet, dat er een soort van twee keer de rat van fortuin trouwens. Dus wat ik voel is dat jij een soort van cycle doormaakt in je leven. Of hoe jij het ziet, misschien dat de persoon het doet. En dat de persoon eigenlijk wegsneekt. Je hebt wel hartpijn. Dus hoe je het ziet is dat de persoon niet eerlijk is geweest. Dat je je misschien in je rug gestoken hebt gevoeld. In en uit je leven was. En misschien dat jij... Ja, duivel. Nee. Dat de persoon echt machtsspelletjes speelde. Ja, en de twee van cups. Wauw. Ja, wat ik hierbij voel bij die Wheel of Fortune. Dat jij voelt dat de persoon waarschijnlijk doorgaat. Of dat er een nieuwe cycle is of komt. Maar wat ik voel, jij kijkt hier naar die persoon, is wat ik zie. Dus hoe jij op dit moment de persoon ziet. Ik heb natuurlijk wel de Wheel of Fortune, maar herhalende delen bij de persoon waarschijnlijk. En dat heeft te maken met of drugsgebruik, of temptation, of codependency, of seks, of noem het maar. Codependency is een oneerlijke relatie, dus niet geven, nemen, maar eigenlijk alleen maar nemen. En op dit moment voel ik eigenlijk dat de persoon, hoe jij het ziet, niet kiest voor de liefde, maar eigenlijk wegloopt voor zijn of haar gevoel. Dus niet eerlijk is over gevoel. Het kan zijn dat de persoon narcistische trekjes heeft, ik moet eerlijk zijn. Of de persoon is gewoon egoïstisch en is gewoon niet eerlijk en kiest het hazenpad als de persoon wordt geconfronteerd. In bepaalde situaties en daarbij dus eigenlijk de liefde wegschuift en niet daarvoor gaat. Wat mag ik weten over die verwarring? Over hoe jij het ziet. Want jij hebt hier de Chariot en dat is de allerhoogste liefde. Dus jullie hopen eigenlijk. En de persoon heeft de Nine of Cups. Dus ja. Wauw. Ja, je kan te maken hebben met een aardeteken. In ieder geval zie ik hier wat jij wilt. Is een nieuw begin, een closure eigenlijk. En stabiliteit opbouwen. Dus het allerhoogste geluk. Een completion, communicatie. Misschien gaan reizen of iets. Wat gewoon tot een nieuwe cycle wordt gebracht. Of een nieuw begin daarin. Cycle afsluiten en daarbij opnieuw beginnen. Wat mag ik weten over die 9 van cups aan zijn of haar kant? Communicatie. Dus het kan zijn dat de persoon wel in de gaten houdt. Wil weten hoe het met je gaat. Misschien communicatie gaat openen, wat hij hoopt. Misschien hoopt hij dat jij dat doet. En misschien houdt hij in de gaten, post je iets. Of in de hoop dat jij iets gaat beginnen met een gesprek. Maar ik zie wel dat de persoon klaar staat om... Ja, die gemeenheid zie ik eigenlijk weer een beetje. Dus ik kan wel dat de persoon soms niet goed met liefde communiceert. Maar ja, einde aan pijn eigenlijk. Communicatie, ja. En de Queen of Cups, wauw. En samen bouwen aan iets. En de koning van... Ja, dus het kan zijn dat er nog iemand in het spel is. Maar wat ik meer voel is dat de persoon eigenlijk zijn liefde wil... Tona, ik heb hier de Queen en de King of Pentacles en de koningin van Cups. Wat ik voel is dat de persoon waarschijnlijk twee energieën in zich heeft. Dus ook lucht of water, kreeft, vissen of schorpioen en stiersteen op maagd. Wat ik voel is wat hij wil, is dat er een einde komt aan de trail. Aan hetgeen, aan het rug, ja, hetgeen wat de persoon heeft gedaan of wat er is gebeurd tussen jullie. Loslaten en daarmee eigenlijk gewoon bouwen aan fundering, aan toekomst, aan stabiliteit. Samen met de King en de Queen of Cups. Dus liefde eigenlijk geven, onvoorwaardelijke liefde. En daarmee ook stabiliteit, samen werken misschien of iets opbouwen. En dat is de persoon zijn wens, wat de persoon hoopt. En dat is wel heel mooi. Ja, kijk, de dood omgekeerd. Is dat toevallig of niet? Dus er is iets wat...
ja, geen transformatie, of moet ik het zeggen, dat er iets wat dood is, want dat is de energie, eigenlijk weer terugkomt. Dus eigenlijk gaan transformeren alleen dan, ja, op hoger niveau. Wat mag ik nog weten over die 7 van cups, wat Spirit eigenlijk zegt? Een verwarring, wat is daar? Ja. Burdens loslaten, hartpijn. Dus iemand heeft misschien pijn, heeft te veel hooi op zijn vork genomen of dacht dat de persoon het allemaal wel aankon, of jij dat nu bent of degene. In ieder geval is dit een kaart van verwarring. Dus het kan zijn dat jullie of de persoon, ik zie hem hier, dus wat ik meer voel is dat de persoon eigenlijk hartpijn heeft en jij tevens ook, maar voel dat jij heel veel energie erin hebt gestoken en dat de persoon eigenlijk in het verleden waarschijnlijk nog aan iets vastzit waar die niet vandaan kon gaan. Maar wat ik tegelijk voel is dat die persoon daar niet eerlijk over is geweest. En eigenlijk hoopt dat die cups die eigenlijk omgevallen zijn weer, ja, weer tot leven komen. En die verwarring die hier ligt, wat Spirit eigenlijk zegt, komt omdat jullie gewond zijn geraakt. En er zou eerst iets moeten worden afgesloten voordat er keuzes worden gemaakt. Jij zou burdens ook moeten loslaten, verantwoordelijkheden loslaten, niet altijd alles moeten of willen oplossen. En bij de persoon zie ik dat de persoon eigenlijk hartpijn heeft en iets moet, een hart- en verstandkeuze zou moeten of kunnen maken om dus eigenlijk je weer ja, de kracht te vinden om daar overheen te komen. Wat gebeurt er dan? Verwarring, wat gebeurt er dan? De uitkomst, ja, movement, vooruitgang, samen reizen of communicatie of iets wat tot verdere succes gaat leiden, ja, een nieuwe aanbieding, iets wat uit het verleden, ja, zie, een nieuwe aanbieding, een nieuw begin. Het is pril, de koning van cups en de judgment, dus iets wat nog niet afgesloten is, weer tot leven brengen. Ik ga nog 1 kaart trekken van dit deck voor advies of voor een boodschap. Voor deze connectie. Rebuild, ja, oeps. En control. Dus dit zijn 2 van de grote ankaren. Dus iemand zou zijn controle moeten loslaten hoe deze connectie verder gaat. Dus het kan zijn dat iemand control issues had, of jij dit nu bent of de persoon. En rebuild, dus eigenlijk iets weer opnieuw opbouwen. Heel mooi eigenlijk, dus let ook op tekens, is wat ik vaker zeg. Maar dit wordt, soms heb je niet dingen onder controle en moeten er dingen gebeuren, moeten de cycles worden afgesloten. Moeten mensen zelf hun pad ook ingaan om dus te voelen wat de persoon voelt. Of jij er nu bent, of de persoon, of jullie beiden. Maar door deze gebeurtenissen kunnen mensen vaak wel weer voelen wat ze voelen. En ja, als je iets mist, want dat gaat vaak zo, dan weet je dat pas als het weg is. En dat voel ik een beetje aan deze situatie. Dus soms moet je lessen leren om te weten wat je hebt. En ik kan daarover meepraten op dat gebied. Dus, en dat is lastig, maar wel nodig om misschien het veel beter te laten worden dan dat het was, mits er wel gesproken wordt. Dat is wel belangrijk, is wat ik voel. Dit is wat ik voor je heb. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like en deel. Wil je persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revivestro.nl. Ik wens je al het goeds en ik hoop je snel weer te zien. Doeg!